de Pop. Een hoorspel van G.C. Brown, vertaald door Namco G. Havelhof. Regie, Jan C. Huber. Het is me een raadsel hoe jij die winkel draaiende kunt houden als je van zoveel mensen geld te vorderen hebt. Ach, heb ik zoveel geld te vorderen. Dat weet je best. Die Tommy Rose is je nog 2,5 pond schuldig voor een drum die hij een half jaar geleden bij je heeft gekocht. Ja, hij zit de laatste tijd niet zo dik in zijn engagementen, hè. Verwondert me niks. Ik heb mooie verhalen gehoord over die meneer Rose en de quintet. Ze kunnen nog niet eens het volkslied goed spelen. Ah, maar het zijn aardige jongens. Ze studeren hard. En Tommy begint hoe langer hoe beter te spelen op zijn klarinet, hoor. Dat is toch zijn klarinet waar je mee bezig bent? Ja, maar een paar veren vernieuwen. Ah, dat kan straks ook. Laten we nou gaan thee drinken. Ja, ik wou dit liever eerst afmaken. Ik heb gezegd dat het vanavond klaar zou zijn. Krijg je dan ook je geld? Oh, als je het kan missen. Vandaag of morgen ga je nog over de kop als je niet uitkijkt. Ja, mijn klanten verdienen niet veel als Katrine. Zijn voor het merendeel zoals Tommy, amateurs of half beroeps. Ze betalen maar wanneer ze het beste uitkomt, hè? We maken misbruik van je goedheid. Zorg dat het je geen geld gaat kosten. Ja, meisje. Zou je die jongens het wat steviger aanpakken? Ja, hoor. Ja. Weet je wat ik met ze zou doen? Ik zou tegen ze zeggen... Oh. Wat is het? Nou, kijk je me weer zo geduldig aan... Doris, dat weet je toch. Ik zeg geen woord meer. Ik geloof dat je me zit uit te lachen. Katharina, ik lach je nooit uit. Oh ja, dat weet ik wel. Sorry, vader. Maar de manier waarop jij met de winkel omspringt. Het feit dat je bijna alles op de pof geeft. Ja, daar maak ik me zorgen over. Ik heb die winkel nou al 50 jaar en het is toch altijd goed gegaan. Ja, maar als jij niet zo gemakkelijk was geweest, dan had je... Doe maar, dan ga ik weer. Nou, laten we er nog geen woord meer over vuil maken. Zoals je wilt, ja. Zeg, weet je zeker dat je nu niet wilt thee drinken? Dan blijf ik nog even en was mij dan de boel af. Nee, die klarinet moet klaar. Ga maar naar huis, Katharina. Anders kom je te laat. Hoe gaat het met Bernard en de kinderen? Best, je moet het goed hebben. Oh. En denk erom, het komende weekend een logier bij ons. Ja, als ik het niet druk heb. Druk of niet druk, jij komt bij ons. Je gaat lang niet vaak genoeg de deur uit. Nee. Laat zei Bernard nog dat je al sinds... Vader? Wat is er? Kijk eens naar buiten. Oh, dan heb je hem ook weer, ja. Dat stuk nozem. Hoe weet jij dat het een nozem is? Nou, je weet best wat ik bedoel. Onbetrouwbaar en zo. Oh, oordeel je niet wat vlug? Misschien wil hij iets kopen. Kopen? Ja. Wie? Ja. Waarom zou hij anders zo lang voor het etalage blijven staan? Gisteravond nadat jij weg was, heeft hij zeker wel een kwartier staan kijken. Dat wilde zeggen dat hij hier meer heeft rondgehangen. Nou ja. Misschien is hij wel van plan in te breken. Oh. Nee, dat gezicht bevalt me niet. Ach, onzin. Hoe lang is het geleden dat ze Carpenter uit de krantenkiosk mishandeld en beroofd hebben? Zo, ja, dus... Dat was hier maar een paar straten vandaan. En de jongen die het eigenlijk gedaan had, was nog maar 17. Zoiets als die knul, daar buiten. Ach, wie zou mij nou willen beroven? Dat zei meneer Carpenter ook altijd. Ah, zie je dat? Dan gaat er vandoor. Oh. Zodra hij me zag, nam hij de benen. Vader, ik heb van de week nog tegen Bernard gezegd dat het toch echt tijd wordt dat je telefoon neemt. Dan kan je toch altijd gauw iemand opbellen als er wat aan de hand is? Oh ja, de politie, de GGD, de brandweer. Nee, je kan nooit weten. Ik begrijp maar niet waarom jij zo zwartkijkster bent. En ik begrijp maar niet waarom jij altijd zo onverstoorbaar blijft. Ja, dat is nou een van de voordelen van de oude dag. Niks oude dag, je bent je hele leven al zo geweest. Oh. En toch zou ik niet willen dat je anders was. Oh, haha. Bedankt voor het compliment, hoor. Tot je dienst. Maar het moet toch wel prettig voor je zijn dat je je zorg aan mij kunt overlaten. Ja. Ik zal eerst nog even je bed opmaken en dan ga ik weg. Goed, Katharine, goed. Bedankt hoor.
voor je doen. Ik heb naar al die dingen in mijn etalage staan kijken. Dat heb ik gezien. Waarom ben je er vandoor gegaan? Je had toch meteen binnen kunnen komen? Ik kon niet besluiten. Wat kost... Wat? Ik weet het niet. Alles. Dat daar. Dat is een fluit. Die kost 10 pond. Verrek. Nou, ik heb al wat goedkopers. Als je me tenminste kunt vertellen wat je wil hebben. Hm? Wat kan ik voor 3 pond krijgen? Ben je niet uit op een bepaald instrument? Je hebt toch zeker wel voorkeur voor het een of ander, niet? Je hoeft je niet te generen. Ik voel me eigenlijk een reuze sukker. Ik weet helemaal niks van muziek en zo af. Ik dacht alleen dat het lollig zou zijn om iets te kunnen spelen. Ah. Weet je wel, een beetje voor jezelf. Zoals, volkomen knots eigenlijk. Helemaal niet. Kan je noten lezen? Nee. Oh, dat is jammer. Maar als je toch alleen maar zo'n beetje voor jezelf wil spelen, dan kun je deze voor 3 pond krijgen. Wat is dat? Dat is een mandoline. Daar kun je op tokkelen. Noem een lol. Nou ja, wat zou je dan zeggen van een blokfluit? Is dat moeilijk? Oh, kinderen van 5 jaar spelen er al kinderliedjes op. Die leeftijd ben ik erboven. Wat is dat daar? Ja, volgens sommige mensen is dat het moeilijkste instrument dat er bestaat. Maar zoals hij daar ligt, kan ik hem niet verkopen. Moet hem eerst prepareren en opnieuw vernissen. Hè? Oh, dat zou ik best zelf kunnen. Ik kan hem niet krijgen voor 3 pond. Nee, jongen. Nee, die viool is meer waard. Ik moet er op zijn minst 5 pond voor hebben. Mooie vorm heeft het ding. Ja, nou, dat heeft hij zeker. Moet je eens kijken hoe vloeiend de schouders verlopen. De wat? De schouders, hier. Hier, die ronde gedeelte. Ook mooi hout? Ja. Het is zonde dat hij er zo uitziet. Oh, dat komt best in orde. Maar zoals ik al zei, ja, het is een erg moeilijk instrument. Zou ik het kunnen leren? Misschien. Maar je zult ervoor naar de muziekschool moeten. Kan ik hem niet een tijdje krijgen? Om te zien of ik er wat van terecht breng. Dan zal ik hem voor u lakken. Als ik hem terugbreng, herkent u hem niet meer. Ja, wat wil je nou eigenlijk erop spelen? Of hem lakken? Ik weet het niet. Allebei, denk ik. Waarom? Wij niet. Om wat te doen te hebben. U denkt natuurlijk dat ik gek ben, hè? Oh, nee, dat denk ik helemaal niet. Als je je verveelt... Wie zei dat ik me verveel? Nou ja, als je iets te doen wilt hebben in je vrije tijd... Ja, waarom dan geen viool? Ik heb geen 5 pond. Mm-hmm. Nou ja, als je wat aanbetaalt, dan breng je me de rest zodra je het hebt. Ik heb nu een 1/2 pond bij me. En thuis heb ik nog 3 pond. Die ik heb opgespaard. Die kan ik morgen brengen. Goed. Bedoelt u dat ik hem... zomaar mag meenemen? Ja, waarom niet? En als ik hem toch niet wil hebben, kan ik hem dan gewoon terugbrengen en mijn geld terugkrijgen? Natuurlijk. Oh. U zult er geen spijt van hebben. Ik zal hem heel mooi opplakken. Nou, als je hem niet houdt en als je hem mooi gelakt hebt, dan betaal ik je daarvoor. 10 shilling. Echt? Ja. Hoe hou je zo'n ding vast? Onder je kin. Ja, zo. Ja, goed zo. En nou de strijkstok in de andere hand. Ja, doe maar. Nou, probeer het nou maar eens. Ja, probeer het nog eens. Maar niet zo hard, jongen. Hey, ik ken het al. Nou, en of, je bent nog geen Paganini, maar alle begin is moeilijk, niet? Ik zal je een boekje meegeven voor zelfstudie.
Misschien kun je daar iets uit opsteken. Maar je hebt heus iemand nodig die het je leert, hoor. Als het een beetje gaat, dan kun je naar de avondschool. Er zijn verschillende gelegenheden waar je les kunt krijgen. In de buurt van Aldgate en de Bishopsgate. Wat zitten daar nog meer voor dingen in die koffer? Dit hier, dat is has. Om de haren van de strijkstok mee in te smeren. En dat hier, dat is een stemvork. Oh, hé. Staat allemaal in dat boekje. Ik heb op school een jongen gekend die viool speelde. Ik zat hem altijd te pesten. Hij zal het nou wel goed kennen. Ja, misschien zit hij wel in een orkest. Ja. Is hij beter af dan ik? Oh, ben je niet tevreden met je baantje? Ja, maar soms wou ik wel. Vader, hè? Ja. Meneer, ik heb hier... Oh, Catharine, deze jonge man koopt een viool. Ja, hij neemt die oude die in de etalage stond. Oh, ja? Ja. Hier is de 10 shilling, meneer. Meneer... Selby. Die 3 pond breng ik u morgen. En de rest betaal ik in termijnen, oké? Okay? Natuurlijk. Oh, u hebt mijn naam en adres nog niet. Dat is zo, ja. Lokke. Kenny Lokke. Held House 33. Dat is achter Ninth Street. Moet ik iets tekenen? Nee, dat hoeft niet. En kan ik hem zomaar meenemen? Ja, alsjeblieft. Het is wel gemakkelijk zaken doen met u, hè? Morgenmiddag om 6 uur kom ik terug. Tot ziens. Dag, joh. Hoeveel moet je nou nog van hem hebben? 4,5 pond. En denk je dat je die krijgt? Ja, waarom niet? Je hoeft er alleen maar aan te kijken. Hij heeft iets schichtigs over zich. Ah, dat kwam door die ijskoude blik waarmee jij hem stond op te nemen. Ja, jij hebt hem zenuwachtig gemaakt. Zenuwachtig? Ja. Die? Kom nou. En een viool is nou net het laatste wat hij nodig heeft. Oh, ik heb de indruk dat hij zich verveelt. Dat hij ongelukkig is. Dat hij iets nodig heeft om de tijd te doden. Kun jij je voorstellen dat een jongen van die leeftijd iets nodig heeft om de tijd te doden? Daar is iets vreemds aan. Oh, goedemiddag. Kan ik u helpen? Goedemiddag. Ik zag daarnet een jongen uit de winkel komen met een vioolkist onder zijn arm. Ja? Toen ik hem aanriep, ging hij er als een haas vandoor. En daarom vroeg ik me af. Ja, ik dacht dat ik maar eens even moest controleren. Wat controleren? Of alles wel in orde is. Wie bent u? Ik ben Sanders, regisseur Sanders. Kent u die jongen? Kenny Lokke. Ja. Ziet u nou wel, vader? Is het de misdadiger, inspecteur? Catharina, zulke dingen mag je niet vragen. Zulke vragen zijn soms heel nuttig, meneer. Heeft hij betaald? Dat geld krijg ik wel. Als u een soort afbetalingsregeling met hem hebt getroffen, behoort u in ieder geval te weten wie die is. Hm? Heeft u hem dat gevraagd? Mijn vader vraagt nooit zoiets. Daar sta ik van te kijken. Ja, en nu vraag ik er ook niet om. Maar ik wel. Wat weet u van die jongen, inspecteur? Kenny is pas terug uit een opvoedingsgesticht. En het lijkt me beter dat hij geen schulden maakt zonder medeweten van de ambtenaar van de reclassering, die toezicht op hem houdt. Denkt u dat? Gelukkig niet. Waarom heeft hij in een gesticht gezeten? Inbraak in een postkantoor. Oh. Sinds zijn 18e jaar is hij voortdurend in aanraking met de kinderrechter. Zijn vader zit op het ogenblik een straf uit en een oom net zo. Om u de waarheid te zeggen, geef die lokkers ons nog wat kopzorg. Vader, je moet zien dat je die viool terugkrijgt. Nee, dat zou al te vernederend voor die jongen zijn. Ik zou hem over zijn fijn gevoeligheid, meneer, druk maken als ik u was. Hij weet niet eens wat het is. Oh, denkt u? Ik weet het wel zeker. U moet ze vergissen. Wat u fijngevoeligheid noemt, dat heeft iedereen, inspecteur. Die jongen ook. Ik ben misschien een beetje cynisch. Of u staat niet erg met beide benen op de grond. Wie zal het zeggen? Maar als Kenny, die geen s'nachts eerbied heeft voor het eigendom van een ander, met het geld over de brug komt, nou, het zal me verbazen. Hij heeft beloofd dat hij morgenavond 3 pond zou brengen. Nou, als hij niet komt opdagen, dan belt u het bureau maar op, hè? Hij komt wel. Let maar op. U schijnt hem te vertrouwen. Mijn vader vertrouwt iedereen. En bent u nog nooit bedrogen uitgekomen? Uiteindelijk niet. Dat is mooi. Ja, misschien komen door de muziek wel de beste eigenschappen van de mens boven. We zullen in het vervolg, als we iemand op het bureau verhoren, een strijkkwartet laten aanrukken. Dat zou niet eens zo'n gek idee zijn. Misschien niet. Maar volgens mij is Kenny de laatste die een viool nodig heeft. Nou, ik kom nog wel eens langs, meneer Selby. Tot ziens. Au revoir. Ja.
Hoe moet ik dit nou weten? Bij de bios, denk ik. Zet de pest in. Van, wat heb je daar nou? Viool. Om, die moet ik vernissen. Ga jij ook uit? Ja, in de club. Begrijp niet dat er zo'n wurm als jij dat binnenlaten met al die rommel op je gezicht. Als ik me wil opmaken, doe ik dat. Hoop schepper, je bent 2 jaar ouder dan ik. Wat heeft dat ermee te maken? Ach, voldoen. Je ziet er krankzinnig uit. Past. Hij moet nog iets te eten voor me overgelaten. Ja, ik geloof het niet. Maar er staan wel op... Gisteren en eergisteren ook al gedaan. Ik hoor nog eens friet. Je begint erop te lijken, ja. Ik zal maar niet zeggen wat jij blijkt. Gaat Moen toch iedere avond heen? Naar de bios. Iedere avond? Oh, dat zegt ze. Maar maandagavond heb ik uit de kroeg in Hoofdstreet zien komen. Zat de vent bij zich. Wie? Ik ken hem niet. Nog nooit gezien. Ja. Kenny, wil ik wat lekkers voor je klaarmaken? Ik kan het wel niet zo goed, maar als je het graag wil, zal ik het proberen. Nee, bedankt. Met die dingen die je toen op school gemaakt had, heb je me bijna vergiftigd. Oh, die waren wat lekker. Vleespasteitjes. Oh, ik dacht dat het handgranaten waren. Je zou toch denken dat ze af en toe thuis bleef om die bende hier eens op te ruimen. Je die rot zou je zien. Ze heeft gouden vest in. Ze kan het niet meer aan. Ze deinigen niet. Ik ken een meisje. Die heeft een broer en die is bij de marine gegaan. En nou stuurt hij er overal vandaan cadeautjes. Waarom doe jij dat ook niet? Bij de marine gaan om jouw cadeautjes te kunnen sturen. Kijk maar uit. Wat wil je dan wel? Ik weet het niet. Waarom ga jij niet bij de marine? Ik zie het al, je bent bang voor jou. Ik ga weg. Billy? Ja? Als je wilt, kom ik je vanavond van de club afhalen. Waarom ga je niet mee? Je bent toch ook lid? Oh, tafeltennis, limonade en allemaal giechelende meiden. En, moet je mijn kleren eens zien? Je moest eens een mooi pak kopen. Zo'n Italiaan, net als Freddy Bellen. Heb je dat nieuwe van hem gezien? Oh, mooi, joh. Zwart. En hij draagt er een glimmende das bij met rood en groen en geel. Het lijkt wel een verkeerslicht. Maar ik zit me vast. Ja. Maar Freddy heeft ze, meid. Die verdient een smakpoen op de markt. Gaat hij ook op de markt staan? Ja, als je daar zo makkelijk in komt. Nee, ik wil eerst een goed vak leren. En zolang je leert, verdien je niet veel. Nou, ik moet er vandoor. Ik heb wel op dat het deze tegen me zijn. Oh, ja. Ik heb wat boterhammen voor mezelf klaargemaakt, maar ik heb geen trek. Ze staan in de kast. En er is een fles melk. Ah, bedankt, Millie. Het beste dan maar, hè? Veel plezier. Instrument geven de 4 open klanken. Wat zijn dat? Open klanken. G, D, A en E. De andere tonen worden gevormd door de snaren met de vingers van de linkerhand neer te drukken. Neer drukken. Oh, zie afbeelding. Hé? Oh ja. Om je rot te lachen.
nooit. Die Jood. Dan moet je nou zo'n oude viool hebben. Radio. Hé, hey, zit je te dromen? Heb je je tong verloren? Ik zat te luisteren. Dat zie ik. Je kijkt of je een klap op je kop hebt gehad. Waarom heb je de radio afgezet? Omdat ik koppijn heb. Hè? Wat zullen we nou beleven? Wat is dat? Viool. Van wie? Van mij. Hoe kom je eraan? Gekocht. Waarvan? Op de pof van de oude vent in een winkeltje achter City Road. Voor hoeveel? £5. Als we £5 hadden, konden we die wel beter gebruiken. Het is mijn geld. Ik heb recht op een deel van wat jij verdient. Dat krijg je toch? Je lijkt wel gek om je de schuld te steken. Hoe lang denk jij erover te doen om dat ding af te betalen? Een paar weken. Ik heb £3 gespaard, die breng ik hem morgen. Die heb ik gebruikt. Wat? Zit me daar nou niet zo stom aan te kijken? Je krijgt ze terug. Het is winter, we hadden dekens nodig. Er ligt er ook één op jouw bed, heb je toch nog over je centen. Ik heb die man dat geld beloofd. Dan betaal je hem als je het hebt. Hij vertrouwt me. Wat een suffer. Je had het me moeten vragen. Ik wil toch genoeg vragen als ik bij die lui van de steun kom. Het zit me tot hier. Het was mijn geld. Oh, je kop toch. Waar ga je naartoe? Ik heb die oude man beloofd dat hij morgen zijn £3 krijgt. Zal ze ergens moeten zien te lenen. Waar? In de buurt van de galerij. Je weet dat je daar niet meer mag komen. Zal wel motten, hè? Als die man weer komt kijken hoe het met je gaat en ik vertel het hem, nou, dan zwaait er wat voor je. Vertel hem dan meteen waarom ik erheen ben gegaan. Jij hebt me bestolen. Nou moet jij eens goed luisteren, kereltje. Ze hebben jou naar huis laten gaan op voorwaarde dat je aandeel in de onkosten zou dragen hier. Ik heb niks weggenomen waar ik geen recht op heb. Bestolen? Dat moet jij nodig zeggen. Hallo, Dixie. Ik heb je niet meer gezien sinds je vrij bent, Jenny. Ik heb niet zo pijn. Dit is Les. Hallo. Hi. Jij weet je toch wat ik je over Kenny heb verteld? Hij was erbij toen we die grap uitgehaald hebben op het postkantoor. Oh. Oh ja. We hebben die zaak toen lelijk geknoeid. Maar zo stom zijn we nou niet meer zijn, hè, Kenny? Nee. Verdien je wat? Ja, ik werk. Voor wie? In de meubelfabriek. Politieus een beetje. Doe je echt werken? Zo. Draai onder toezicht. Ja. Ik ben gewoon
eigenlijk vrijgelaten uit de tot ik 18 ben. Dat duurt zeker niet lang meer. Een paar maanden. Als het zover is, Kenny, moet je eens met les praten. Verleden week ben ik met hem mee. Ik dacht dat wij afgesproken hebben dat je je mond zou houden. Sorry. Maak je me niet ongerust. Ik heb jaren samen opgetrokken. Nou, en op. Ik had de hand van de kraam op de mat toen we nog klein waren. Ja, luierig. Ik mag hier eigenlijk niet komen. Dat ik onder toezicht staan zou. Snap op, ja. Ik heb 3 pond nodig. Bij wijze van lening. Kan ik nou niet missen, Ken? Niet voordat les klaar is met de voorbereiding. Ik leen je die 3 pond. Ik vroeg het aan Dixie. Hij is een vriend van me. Nee, allemaal vrienden. Hier. De 3 pond. Pak af. Ja, neem ze maar, Kenny. Ik kan ze de eerste week nog niet terugbetalen. Oh, ik heb er geen huis meer. Nou. Reuze bedankt. Oh, wel goed. Andere keer doe je mij zo'n hoor. Nee? Als ik kan. Natuurlijk. Sluit je nou nog niet? Hey, ik heb geen haast, Catharina. Je wacht nog altijd op de jongen, hè? Die komt natuurlijk niet. Ik loop wel even langs de politie om het aan de rechercheur te vertellen. Je kunt geloof ik geen minuut meer wachten om die jongen erbij te lappen. Huh? Heb je wat tegen hem? Ja, ik ken dat zo. Oh. En jij kent ze net zo goed als ik. Ja. Er lopen er meer zo rond. Je ziet aan hun gezichten dat het rotjongens zijn. Als ze even de kans krijgen, draaien ze in een loer. Oh ja. Geef toe dat die jongen er wat weerbarstig en geniepig uitziet als je hem voor het eerst ontmoet. Maar die jongen is zenuwachtig. Hij weet niet hoe je met de mensen moet praten. Dat is het. Dat stuk schoren dat die oude Carpenter een klap op zijn hoofd heeft gegeven, was zeker ook zenuwachtig. Ja, maar wat heeft dat er nou mee te maken? Jij bent net zo iemand als meneer Carpenter. Oh. Een hulpeloze oude man die meestal alleen is. Zeg, kom nou. Iemand die een contrabas de keldertrap op en af houdt. Die hulpeloos. Goed, ik zeg er verder niks meer over. Het zou me helemaal niet verbazen als... Oh, kijk eens. Is dat nou geen verrassing voor je? Hm? Oh, nou. Hier is die 3 pond. Het spijt me dat ik zo laat ben. Ik heb de hele weg hard gelopen. Bedankt. Ik was bang dat u al dicht zou zijn. Ik zat reuze in de rat. We gaan afsluiten. Je was maar net op tijd. Je houdt die viool dus, hè? Ik ga het in ieder geval proberen. Ah. Ik kan hem toch altijd terugbrengen, hè? Dat heb ik u gezegd. Ja, natuurlijk. Nou, bedankt. Tot ziens. Goedenavond. Nou, vader? Wat bedoel je, meisje? Doe dan. Zeg het dan maar. Ik zeg helemaal niks. Behalve dan dat die volgens mij... bang voor jou is. Doet me genoegen dat te horen. Maar goed, nou die geweest is, ga ik ook weg. Nou, ik zie je morgen wel. Ja. En doe vanavond dan niks meer. Er staat nog een contrabas beneden. Ik denk dat ik de klemmen hem maar even af ga halen. Goed. Maar probeer hem dan niet in je eentje naar boven te sjouwen. Nee, meisje, nee. Laat hem rustig staan. Dan help ik je morgenochtend wel. En zorg ervoor dat je alles goed afsluit. Ja, meisje. Welterusten, vader. Welterusten, hoor. Catharine. Oh. Gaat u sluiten? Ja, zoals je ziet. Mag ik nog even binnenkomen? Ja, kom maar. Ik wou wat vragen. Waarom heb je dan dat daarnet niet gevraagd? Toen je hier was? Ik durfde niet goed. Brigitte bij was. Dat is mijn dochter. Oh. Te oordelen aan de manier waarop ze me aankijkt, mag ze me niet erg. Toen ik de hoek omsloeg, zag ik haar naar buiten komen. En daarom dacht ik. Ik ga nog even terug. Woont ze hier? Nee, maar ze komt hier iedere dag. Oh.
Zal ik die rolluiken even laten zakken? Als u de boel afsluit, dan wilt u natuurlijk die rolluiken dicht hebben. Ja, graag. Graag, ja. Niet van zaak. Oh. Je moet zien dat er een goed slot op komt. Oh, maar is voor mij genoeg, hoor. Maar doodsimpel om open te krijgen. Ah. Bovenaan nog een grendel. Dat is beter. Ach, nee. Die grendel, die zit vastgeroest. Er is geen beweging in te krijgen. Oh, dan moet u er toch iets aan doen. Met zo'n voordeur hebben de inbrekers een zacht eitje nog niet. Oh. Maar wat wil je me nou vragen, eigenlijk? Over die... avondschool. Oh. Hoeveel kost zoiets? Nou, niet meer dan een pond of twee, zou ik denken. Die school in Bishopsgate is misschien wel de beste voor je. Ga er eens op een avond naartoe en vraag het ze. Het is aan de linkerkant als je van hier afkomt. Vlak bij het politiebureau. Dat politiebureau ken ik. Daar ben ik wel eens naar binnen geweest. Oh ja? Kom nou, dat weet je best. Je bent niet teruggekomen om mij over die lessen te vragen. Wat is er? Ik heb net met een smeer staan praten. De zenders. Hm. Kon niet aan hem afkomen. Daarom was ik zo laat. Die zenders is gisteren bij me geweest. Dat heeft hij me verteld. Oude Arendsoog. Dat is een ingebouwde radar of zoiets. Als je in dal stond per ongeluk een bananenschil laat vallen, dan merk je het nog als hij op dat moment in Old Street is. Uit de pik op me. Oh, nee, maar dat zal toch niet. Oh, nee? Oh, nee. Waarom komt hij dan bij u om u alles over mij te vertellen? Dat zijn mijn zaken niet en daarom vergeet ik die dingen weer zo gauw mogelijk. Hij zei dat hij had gehoord dat ik tegenwoordig viool speelde. Dat ik moest oppassen dat er niets in de strijkstok bleef hangen. Maar dat moet je niet zo ernstig opvatten, jongen. Hoe moet ik het dan opvatten? Als je eenmaal in die rotzooi hebt gezeten, zit er altijd een heel stel smeres achter je hand om te kijken wat je allemaal doet. Zou ik ze met de koppen tegen de muur willen kwakken? Ja, willen misschien. Maar doe niet. Nee, jammer genoeg. Wat heeft die Sanders over me verteld? Oh, dat je wat moeilijkheden hebt gehad. Hij zei dat je vader... Het is mijn vader niet. Ik ben een onecht kind. Dat is volkomen onbelangrijk. Ja, maar niet voor mijn moeder. Ze geeft mij de schuld. Die ook niet. Want het is uiteindelijk haar eigen schuld. Ja, in ieder geval niet die jou. Maar vergeet het, jongen. Ik denk er nogal makkelijk over. Ja, als je je rok en je grieven met je mee ronddraagt, breek je je nek. U had gelijk toen u zei dat ik niet ben teruggekomen om over die lessen te vragen. Ik wilde u alleen maar even vertellen hoe het ermee voorstond. Sanders had het u al verteld en daarom vond ik dat ik het ook moest doen. Om eerlijk tegenover u te zijn. Bedankt en vergeet het nou maar. Nou, ik moet nog aan het werk. Wat bent u aan het doen? Ah, ik ben met een contrabas bezig. Dat wordt vanavond klaar. Wat is er dan mee? Steunen aan de binnenkant. Die moesten vernieuwd. Ik zal de klemmen eraf halen en kan ik hem schoonmaken. Mag ik eens kijken? Ja, natuurlijk. Als je dat graag wilt. Ga maar even iets mee. Maar pas op de trap, hoor. Voor een heel orkest? voor twee orkesten? Is dat hem? Ja, dat is hem, ja. Hè? Mooi ding. Ja. Met een meubel. En al die stukjes hout en metaal daar. Gaat hij daar
nieuwe instrumenten van maken? Nee. Dat zijn onderdelen van instrumenten die ik uit elkaar heb gehaald en die ik weer in elkaar moet zetten. Oh, u moet uw vak wel goed kennen? Ja, nou, ik doe het toch al heel lang, hoor. Speelt u zelf ook? Ja, vroeger wel, ja. Hobo, in een amateursorkest. Maar nou heb ik niet genoeg lucht meer. Hè. Wat is er? Ja, ik kan die klem niet loskrijgen. Geen beweging. Misschien zit er een lijm op de schroefdraad. Mag ik even proberen? Oh, die zit ook al vastgelopen. Alsjeblieft. Ja, ik heb zeker te veel lijm gebruikt. Ah, laat mij het maar even doen. Ja. Moet die ook nog opnieuw worden gelakt? Ja. Mag ik helpen? Ja, maar moet je dan niet ergens heen of zo? Oh, nee. Ik heb niks anders te doen. Oh, nou, dat komt er mooi uit. Ik kan best een beetje hulp gebruiken. Met de deur, als je wilt. Ja. Ja, goed zo. Ja, bedankt. Nou, onhandig ding, hoor. Ja. Ik begrijp niet hoe je die bakbeesten langs die trap op en neer kunt sjouwen. Oh, daar krijg je handigheid in, hè. Oh, maar wel pas als u uw nek niet breekt. Die keldertrap is gevaarlijk. Als u wilt, dan zou ik, als ik s'avonds niks te doen heb, wel eens langs kunnen komen. Om te zien of ik met iets kan helpen. Hè? Wat denk je ervan? Jij vindt het hier wel leuk, geloof ik, hè? Nou. Nou, je hebt me fijn geholpen, zeg. Ik ben nogal langzaam, zie je. En het werk stapelt zich op. Nou, ja, als jij één of twee avonden in de week zou kunnen komen, dan zou ik daar erg mee geholpen zijn. Ik zal je ervoor betalen, hè? Dat spreken. Afgesproken? Ja, afgesproken, ja. Nou, ga je zeker naar huis om te eten, hè? Oh, ik heb geen haast. Ik zorg meestal voor mijn eigen eten. Oh, kookt je moeder dan niet voor je? Mijn moeder? Nogal veel de deur uit. Oh, ja. Nou, luister eens. Mijn dochter brengt me genoeg eten voor een weeshuis, begrijp je? Eet maar mee, hè? En daarna, dan kun jij goed overweg met een figuurzaag. Oh. Het gaat nogal. In het gesticht heb ik wat aan handelarbeid gedaan. Oh, mooi, goed. Nou, ga dan maar mee, hè. En onder het eten zal ik je uitleggen hoe je een kamferzaal moet snijden. Hm? En dan moet je maar eens laten zien wat je kan, hè. Komt uit die muziek, denk ik. Hoe weet jij dat? Heb ik laten vertellen. Kun je wat bijstaan? Pardon? Als je je soms ongerust maakt over die 3 pond die je nog van me moet hebben, vrijdag kun je ze krijgen. Ik breng je wel naar de winkelgalerij. Dat heeft helemaal geen haast. Oh. Nou, moet er vandoor. Wacht eens. Ligt je daar nog wel goed in, denk ik? Kan best opschieten met die oude celdoek. We weten er alles van. Zeg eens. Jullie zijn toch niet van plan? Hij begint wakker te worden. Jullie zijn toch niet van plan die winkel te kraken? Alsjeblieft.
Dat moeten wij nou met de stel aan op blikken plaatjes. Nee, we hebben meer belangstelling voor het huis daarnaast. Ik zal het wel vertellen, Davy. Het huis daarnaast? Aan de ene kant is een wasserij en aan de andere kant... een opslagplaats voor bonk. Jij gaat toch niet proberen daarin te breken? Jullie zijn gek geworden. Dat pakhuis is op alle mogelijke manieren beveiligd. Dat weten we. We hebben voor de muizengaten nog draden van alarminstallatie gesteld. Maar er lopen geen draden langs de muren van de kelder. En een van die muren staat tussen de opslagplaats en die muziekwinkel van jou. Als jij ons nou kan vertellen of we door die keldermuur heen kunnen komen, dan kunnen wij... Dat lukt jullie nooit zo'n kraak. Het gaat niet alleen om ons, Kenny. Hier zitten zwaardere jongens achter. Hou je waffel nou eens dicht. Oh, sorry. Die heb jij altijd in je mond voorbij praten. Maar ik zei toch sorry. Had ik het nou niet meer moeten zeggen. In ieder geval, Dixie heeft het al gezegd. Er zit meer achter. We doen eigenlijk niks anders dan inlichting inwinnen voor iemand die er belang bij heeft. Nee, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar, nee, ik doe het. Nou, ik snap deze, dat is een groot risico voor jullie. Maar ik zal onze man vertellen hoe hij ervoor staat. Misschien heeft hij er zoveel verandering dat hij de moeite waard gaat vinden. Nee. Laat maar buiten alsjeblieft. Je hoeft er niks te doen. Nee, ze gek. Maar mag niet zo druk. Ik moet weg. Vrijdag breng ik je de drie pomp. Aju. Ja, aju. Dag Kenny. Hij is lelijk veranderd. Vroeger was hij niet de oude als hij zo'n kans kreeg. Verdomd leuk. We kunnen niks beginnen als hij niet meedoet. Maar ik denk dat hij wel van gedachten zal veranderen. Wat ga je doen? Nou, maak jij je daar nou maar je druk over. Ja, kom. Kunnen doen? Oh, natuurlijk wel. Maar het is een mooie avond. En u zei dat je even een frisse neus wilde halen. Wat doe je in de kelder? Ik ben aan het werk. Waarom bent u teruggekomen? Oh, ik heb vader zijn schone was gebracht. Ik had vanmiddag vergeten. U komt nogal vaak terug s'avonds met dingen die u vergeten hebt. Moet u een kapitaal aan de bus kosten? Oh. Ik woon hier maar een minuut of tien vandaan, dat is de moeite niet. De toon waarop je dat zegt bevalt me niet. U hebt dit bij het verkeerde end, weet u. Wat bedoel je? Ik ben misschien niet zo goochem, maar ik weet best waar u zich zo druk op maakt. U bent bang dat u hem nog eens vermoord in de kelder zult vinden. En ik heb met alles vandoor. Je bent gek. Oh ja? Wat hebt u tegen me? Niks. Maar ik vind het geen prettig idee dat jij bij vader in de winkel bent. Het is zijn winkel niet. En van hem mag ik je wezen. Omdat hij niet weet wie en wat jij bent? Reken maar van wel. Het is een fijne oude man. We kunnen best opschieten samen. Ik begrijp niet waarom u dat wil verknoeien. Verdomme. Als je hem nou iets willen doen. Hij is de eerste. Die goed voor me is. Zonder bijbedoelingen. Bijbedoelingen? Ja. Vader tegen je zijn... Wat is er meestal wat van je? Of het zijn klieren die zo nodig goed moeten doen. Die je willen verbeteren. Daar moet ik helemaal van kotsen. Weet jij dan niet... waarom mijn vader zo aardig tegen je is? Kan me niet schelen. Hij is aardig tegen me. Omdat hij zo is. Punt uit. Hij wil je ook verbeteren. Nou, dat moet ik natuurlijk zelf weten. Maar ik vind dat hij zijn tijd verknoeit. Oh ja? Ja, nooit heeft hij hulp willen hebben. Waarom heeft hij jou dan zo plotseling nodig? Dat heb ik toch al gezegd? Omdat hij goed met me kan opschieten. Onzin.
Hij kan met iedereen goed opschieten. Nee, hij doet het alleen maar omdat hij denkt dat hij aan jou wat kan verbeteren. Dat heeft hij zelf gezegd. Daar geloof ik geen moer van. Nou ja, niet precies met deze woorden. Hij zei dat je in de narigheid was gekomen omdat je ongelukkig was. Omdat je je verveelde. Maar ik zag wat hij dacht. U liegt. Vraag het hem, hè? Als ik gek ben. Omdat je bang bent voor het antwoord. Hij heeft medelijden met je. Ik heb geen medelijden nodig. Van niemand. Natuurlijk niet. Jij leeft op jouw manier. Maar wij op de onze. Vader denkt dat hij jouw manier van leven kan verbeteren. En dat weet je best. Ik weet maar één ding. Dat u van me af wilt. Juist, jongen. Zo is het. Als het waar is. Is hij nog erger dan u? Waar ga je heen? Mijn jasje halen. Dat ligt van beneden in de kelder. Hallo, Catharine. Wat kom jij doen? Ik had vanmorgen je wasgoed vergeten. Ik dacht dat je misschien nodig had. Dat had toch altijd morgen kunnen wachten? Catharine, is er wat? Nee. Wat is Ken? In de kelder, een jasje halen. Dat is een jasje. Zijn jasje ligt daar, op de toonbank. Ken, je jasje ligt hier. Beneden lopen. Ga je weg? Ja. Kom je nog terug? Nee. Ik blijf niet waar ik niet welkom ben. Je hebt je nog niet afbetaald. Ik heb een paar avonden hier gewerkt. Dat is wel goed voor wat ik nog op die van jou moest betalen. En als het jullie bevalt, vertel je van de smeren. Wat is er gebeurd? Ik heb hem verteld dat ik hem niet mocht. Wat nog meer? Ik heb hem gezegd dat u hem hier maar alleen liet komen uit medelijden. Catharine. Geen wonder dat hij zo kwaad wegrende. Het is toch zeker zo? Nee, dat is helemaal niet zo. Waarom laat u hem dan wel hier komen? Omdat ik veel hulp van hem heb. Hij stelt belang in het werk en hij leert snel. Bovendien luistert hij graag, terwijl ik juist graag praat. Met zijn hulp heb ik alle achterstallige karweitjes kunnen opknappen. Het ging net allemaal zo goed dat ik van plan was hem te vragen hele dagen voor me te komen werken. Toch heb ik gelijk. Gelijk? Jij bent hard en meedogenloos met dat veel te snelle en veel te scherpe oordeel van je over andere mensen. Vader! Nou, ik kan me precies voorstellen wat je tegen hem gezegd hebt. En zo mag je niet praten tegen niemand. Vooral niet tegen een jongen boven wie jij mijlen verheven voelt. Jij altijd beweert over verschillende soorten mensen en de manier waarop ze zich volgens jou dan altijd onder bepaalde omstandigheden zullen gedragen. Dat is de arrogantste onzin die ik ooit heb gehoord. En het doet mij verdriet dat zoiets uit de mond van mijn dochter komt. Ik schaam me over je. Zo heb ik u nog nooit horen praten. Maar nou ben ik kwaad. Door tegen die jongen te zeggen dat ik medelijden met hem heb, heb je mij ook mee beledigd. Zit een luchtje aan als je vriendelijk bent tegen iemand omdat je medelijden met hem hebt. Iets beschermends en schijnheiligs. Ik hoop bij God dat ik me daar nooit schuldig aan zal maken. Ik heb alleen maar geprobeerd je te helpen. Hm. De moeilijkheid met jou is dat jij niet ziet hoe de mensen werkelijk zijn. Jij kijkt niet diep genoeg in de mensen. Voor jou is die jongen een nozem. Maar hij heeft gevoel voor vorm en kleur en klank. En dat is belangrijk in dit vak. Je vindt dat niet zo vaak. Je moet hem eens zien als hij hier bezig is. Hij geeft zich vaak meer moeite dan ik. En nog afgezien van alles. Jij bent een volwassen vrouw, Catharine. En hij is nog niet veel meer dan een kind. Ik had van jou iets anders verwacht. Vader, als je zo praat, schaam ik me. Ja, dat is nou het vervelende van slechte manieren. Te werken, aanstekelijk. Ik ben ook onaardig tegen je geweest. Spijt me, Catharine. Je bedoelt dat ik hem moet zeggen dat het me spijt, hè? Alleen als je dat zelf wilt. Maar probeer in ieder geval wat vriendelijker tegen hem te zijn als hij terugkomt. Misschien komt hij niet terug. Dan ga ik hem halen. Maar ik geef hem een paar dagen tijd. Zou me sterk verbazen als hij voor die tijd niet uit zichzelf terugkwam. Ja.
daar, Kenny? Ja. Ben je meestal niet laat? Hoe weet u of ik vroeg of laat thuis kom? U bent er nooit. Nou, vanavond ben ik er nog wel. Ik heb wat lekkers voor je klaargemaakt. Het staat in de keuken. Eet maar gauw op. Er zitten een paar vriendjes op je te wachten. Ze willen je spreken. Dixie en een grote jongen in een leren jas. Les. Heeft u met ze gekleed? Ga maar lekker eten, Kenny. Het staat in de kast. Ik blijf hier. Ik denk dat jullie jongens mij er niet bij nodig hebben. Ik ben er kapot van. Waarvan? Dat u zo uit uw slof bent geschoten. Ik weet niet waar me over komt. Ik begrijp niet waar je het over hebt. Ah, oh, laat maar. Hé, eindelijk. Hoe gaat het met de firma Selby en Lokke? Ik ga er niet meer heen. Ik heb er genoeg van. Hé? Hè? Sinds wanneer? Sinds vanavond. Waarom? Daarom. Oh, die heeft zich even uitgesloofd. Daar kan ik nooit alleen op. Willen jullie ook wat? We hebben al gehad. Wat komen jullie eigenlijk doen? Wij willen weten hoe het met die keldermuur is. Heb je er al eens goed naar gekeken? Nee. Ook niet zo eens even uit te zetten? En wat wij je vertelden. Kom nou. Nee. En ik wil niks meer over die muur horen. En over die winkel niet. En over die bondrotzooi niet. Nergens over. Laat me met rust. Nou moet jij eens ophouden met zo stom te doen. Eet. En luister. In de eerste plaats willen we weten hoe dik die muur is. Of er boor tegenaan zit, of kalk, of wat dan ook. En dan moet je ons in die winkel laten, als die oude in zijn nest ligt. En ons helpen met die muur. Er komen nog een paar laden. Eén met een vrachtwagen. En iemand die je sjoe geeft van bond. We hebben geen zin om er met een hele auto voor op de konijnen te door te gaan. Hij, en ik, en jij, en Dixie, helpen met erin laten. De rest van ons gaat weg. En jij en Dixie gaan naar huis. Je stelt het wel erg gemakkelijk voor. Maar er zitten te veel voetangels en klemmen. Die alarminstallatie. Nee, ik voel mijn rekening. Kinderstelverles. Zo, en ik dan? Ik ga in een winkel werken en een paar weken later wordt er in de zakenmaast ingebroken. Via de kelder van die winkel. Iedereen zal begrijpen dat ik er de hand in heb. Hoe kun je dat nou bewijzen? Ik kan 6 getuigen leveren die onder ede zullen verklaren dat jij op dat ogenblik ergens anders was. 12 getuigen, jij mag het zeggen. Eén sleutel van die winkel, hè? Doe nou niet, joh. Je krijgt hem niet terug. En eens kijken. Nou, Messi. Dood eenvoudig. Dat slot krijg je met de lucie weer open. Zitten de grendels op die deur? 1. Maar die is zo verroest dat er geen beweging in te krijgen is. Ik heb al tegen die ouwe gezegd dat hij er een ander op moest laten maken. Maar je zegt dat zijn winkel de moeite van het inbreken niet waard is. Dan zal hij nog lelijk opkijken. Hou je bek. Zijn we al een keer tel eigenlijk? Dat valt me niks. Het is de link. Ja, we knuiden me niks. Als je daar zo'n druk over maakt. Maak me druk over mezelf. Al haal je er 100 getuigen bij. Toch zal iedereen begrijpen dat ik eraan mee heb gedaan. En daarna heb ik geen leven meer. Ik wil er niks mee te maken hebben. Spijt me. Zit 100 pond voor jou vast? Dat kan ik toch niet verkopen wat ik graag wil hebben. Misschien kan ik er nog 50 voor je uitslepen. Maakt voor mij geen verschil. Laat maar buiten. We doen het toch, of je meedoet of niet. En als ik jullie nou vertel dat die keldermuur zo dik is, dat je er alleen met een lading dynamiet een gat in krijgt. Ja, Kenny, dat is toch niet waar, hè? Ga je gang en kijk zelf. Kenny, je bent veranderd. Wat is er met je gebeurd? Ik heb genoeg van gestichten en zo, Dixie. Laat maar buiten. Weet je het zeker, Sam? Want we komen niet nog eens bij je bedelen. Ik weet het zeker, ja. Geef terug die sleutel. Oké dan. We zullen iets anders moeten verzinnen. Kom, Dixie. Kenny? Dix. Heelt jou? U hebt staan luisteren. Natuurlijk heb ik staan luisteren.
De manier waarop jij tegen Dixie praatte. Ik stond verstomd. Je beste vriend. Wat je mijn vriend noemt. Hij wil je helpen. Ik heb geen hulp nodig. Van niemand. Doe die deur dicht, wil u? Wat vragen ze nou helemaal van je? En de hemel weet dat ik dat geld best kan gebruiken. Waarom gaat u ze dan niet helpen? Al die voorzichtigheid van je, daar krijg je nog eens wat van. Vroeger maakte hij je ook zo druk niet. Misschien ben ik veranderd. Laat me niet lachen. Zeker door die oude gek. Een oude kwezel, hè, die overal de Bijbel bijhaalt. Laat hem maar buiten. Het komt door hem. Je bent alleen de laatste weken zo. En men naar die rotwinkel rennen. En die oude maar tegen je preken. Hij preekt niet. Kenny, de enige mensen die je kan vertrouwen, dat zijn je eigen soort. De penose? Ieder mens leeft zo goed als die kan. Gerek, ja. Wat leven wij goed. Weet je hoe het komt? Wij zijn allemaal veel te bang en te stom geweest om onze kans te grijpen. Kijk nou eens naar mij. Ik ben te stom geweest om er wat van te maken. En nou zit ik hier vast. Ja, dat liedje ken ik. Ik had je in het huis moeten doen toen je nog klein was. Nu ben je een blok aan mijn been. Ach, Kenny, het gaat niet om het geld. Maar u wilt er wel wat van hebben. Alleen als je het me aanbiedt. En dan heb je nog genoeg over om er hier tussenuit te knijpen als je dat zou willen. Ik heb gezegd dat ik niet bij u weg zou gaan voor de ouwe uit de lik komt. Oh, maak je over mij maar niet ongerust. En ik zeg tegen niemand waar je heen bent gegaan of wat je hebt uitgevoerd. Doe het nou maar, Kenny. Ik wou dat u me waren dat haar huis had gedaan toen ik klein was. Dat ik u nooit meer... Ik heb gedaan, ben ik te stom geweest. Gewoon te stom. Nou, moet je eens zien. Ik ben nog geen 40. Dat heet dan de bloei van je leven. Maar mijn leven is eigenlijk al voorbij. Ik kom hier nooit meer uit. Doe moeder, wind je niet op. Wil jij net zo eindigen? Houd toch op. Ik zeg het toch voor je eigen bestwil. Je hebt nou de kans. Grijp hem toch, jongen, grijp hem. U wilt alleen maar geld zien. Het geld van jou. Ik zeg het niet voor mezelf, eerlijk niet. Ik had zo graag dat jij hier weg kon komen. Wat houd je tegen? Die oude vent daar in die winkel, is die zo aardig voor je geweest? Vind je het geen stijl voor jezelf om hem een rotstreek te leveren? Maar begrijp heel goed dat het makkelijk is om aardig voor de mensen te zijn als je geen cent kost. Wat voor schade hebt hij ervan als je meehelpt aan die klus? Hij merkt het pas als het voorbij is. Het zou voor ons allebei misschien wel beter geweest zijn. Waar ga je heen? Kijk of ik Dixie en Les kan opsnorren. Maar je hebt er als niks van gegeten. Ja, nou ja. En met die muur. Zitten we tegenaan? Dat is de cementplaten. Van de vloer te verzoldering. Dat is erop. Maar in die hoek is een luchtstoker. Dat laat er omheen zitten. Die kun je volgens mij moeten wegkrijgen. Hoe dik is die muur? Die steen. Dat kun je zien in die luchtstoker. Dat is een oude muur. Cement is aan het verpulveren. Oh, je komt er makkelijk doorheen. Wanneer gaat het gebeuren? Het is gepland op zondagnacht, 2:00. Geef me de sleutel maar. En als die oude dan aan komt? Ik laat vanavond nog een duplicaat maken. Dan krijg je morgen. En breng dan die sleutel terug. Kijk of we
enkele beweging die stenen kunnen krijgen. En dat komt jou. Hier. Nou stapel je ze netjes op daar in die hoek. Niet zo boven die trap staan. Kom maar kijken wat er gebeurt. Ik trek er wel met hem af. Wat doe je? Nee. Ja, meneer Selby. Pak het weg, kom. Vlug. Hou de rotzak. Pak die oude onderzoek in de politie. Blijf hem erop. Omzij. Nee, doe hem niet. Die hamer. Je hebt hem vermoord. Klopt niet. Ik heb hem alleen maar bij de resten geslagen. En ga gewoon een beetje gabeleer. Of moet je ook zo'n drone hebben? Nou, Fred, opschieten. Het is een oude man. We kunnen hem toch niet zomaar laten liggen? Ik ga de juf helpen. Ik heb de telefoon.
Wat is er gebeurd? Hij heeft gestruikeld toen tegen de grond geslagen. Is dat een vriendje van je? Nee, ik heb hem nooit eerder gezien. En in de winkelijn verderop, daar ligt een oude man. Is van de keldertrap gevallen. Jullie hebben er wel een nachtje van gemaakt, hè? Ik heb niks gedaan. Nee, natuurlijk niet. Jij kwam toevallig voorbij. Ja, Fred, hier. Wat is hier aan de hand? Laat jij de eerste hulp even. Oké. Okay. Ja. En jij, jongeman, ga jij maar mee. Dan zullen we op het bureau alles haarfijn uitzoeken. Ik heb niks gedaan. Wat ging u vanmorgen hals over kop uit de rechtszaal weg? Vader had zijn verklaring toch afgelegd? Hij wou niet blijven luisteren. En hij had hoofdpijn. Hebt u nog last van die klap? Nou, in het ziekenhuis zeiden ze dat hij er geen nadelige gevolgen van zou ondervinden. Maar hij heeft nog steeds hoofdpijn, ja. Gaan de jongens de gevangenis in? Nou, die grote, die lijst Javis, ja, die zie ik zeker een flinke douw krijgen. Hij heeft een strafregister waar geen eind aan komt. Die Dixie? Nou ja, ze zullen wel uitzoeken of een verblijf in een verbeteringsgesticht nog iets kan uithalen bij hem. En die Ken? Nou, Kenny Lokke zie ik er nog het beste afkomen. 2 jaar proeftijd, denk ik. Dat geloof ik niet. Hij was de ergste van de 3. Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar kort nadat u was weggegaan uit de rechtszaal bleek dat hij degene was geweest die voor uw vader de eerste hulp had opgebeld. We hadden daar wel enig idee van, want die Dixie zei nou wel dat Kenny was gestruikeld en tegen de grond geslagen. Maar dat klopte niet met zijn verwondingen. Gebroken arm en overal kneuzingen. Toen Dixie in de getuigenbank stond, toen kreeg hij het op zijn zenuwen en sloeg door. Ja, hij had eigenlijk moeten blijven. Ja, ik heb u toch gezegd dat vader hoofdpijn had. Maar hoe dan ook, de rechter zei dat hij, nu hij alles had gehoord, Kenny nog een kans wilde geven. Ik vind het krankzinnig om die jongen los te laten rondlopen. Nou, zo wordt het nou ook weer niet. Hij zou wel op een aangewezen adres moeten wonen. Zijn baan in die meubelfabriek is hij kwijt. Ze zullen dus proberen ander werk voor hem te vinden. Ja, ik vind het goed dat ze clement geweest zijn. Uiteindelijk heeft hij toch geprobeerd hulp voor me te halen. Ja, dat is wel zo, meneer Selby. Maar hij was er toch maar niet te goed voor om zich hier bij u in te dringen, om de zaak te kunnen voorbereiden. Bedoelt u dat hij vanaf de eerste dag toen hij hier binnenkwam voor die viool van plan is geweest in die zaak hiernaast in te breken? Dat bedoel ik, ja. Dat de rot, jongen. Heeft hij dat toegegeven? Ze hebben allemaal toegegeven dat de hele zaak van tevoren te degen was voorbereid. Dat u mij excuseren. Vader, wat is er? Je bent helemaal bleek. Ja, mijn hoofd. Ga dan boven een beetje liggen, hè. Ja. Ik maak je straks wel wakker met een kopje thee. Ja, maar de winkel. Ik pas wel op de winkel, hè. Nou, vooruit nou. Ga gauw wat rusten. Ja, goed, ja. Even dan. Ja, dit doen we niet kwalijk, meneer Sanders. Nee, natuurlijk niet, meneer Selby. In het ziekenhuis hebben ze nou wel gezegd dat het niet ernstig was. Maar ik maak me zo ongerust over hem. Het is een klap voor hem geweest. Letterlijk en figuurlijk. Zijn zelfvertrouwen heeft een knauw gehad. Maar ja, hij komt daar wel weer overheen. Allemaal door zo'n vuilige man. Hé. Kijk eens wie eraan komt. Als je over de duivel spreekt. Wat moet je? Ik kom dit terugbrengen. Ik heb er nou toch niks nodig. Je hebt er nooit echt wat aan gehad, hè, Kenny? Ik begrijp het niet. Ja, verdwijn nou maar. En een beetje vlug, alsjeblieft. Waar is meneer Selby? Is alles in orde met hem? Nee, het is niet in orde met hem. Voor de rechtbank zei ze dat hij niet erg gewond was.
En vanmorgen zag je er gewoon uit, zoals altijd. Het is niet die klap van het mooie vriendje van je. Het gaat om jou. Je hebt een oude stakker van hem gemaakt. Door hem te laten zien hoe gemeen de mensen kunnen zijn. Zoiets smerigs had hij nog nooit meegemaakt. Hij hield van iedereen. En daardoor hield iedereen van hem. En behandelde hem netjes. Maar jij, je weet niet eens waar ik het over heb. Kan ik niet even spreken, mevrouw? Nee, verdwijn. Maar ik wil hem die viool zelf teruggeven. Kenny, je hebt het gehoord. Ze willen je hier niet meer zien. Wegwijzen, jongen. Katharina. En ik zelf. Ik heb de viool gebracht. Ik heb hem gelokt en... Zo? Zo, Kenny. Ga eens even kijken. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat is mooi gedaan. Ja, keurig, ja. Nou wil je natuurlijk je geld hebben, hè? Nee, daar kom ik niet voor. 4,5 pond heb je betaald en... We hebben afgesproken dat ik je 10 shilling zou geven voor het lakken. Dat is dus 5 pond. Ja. Zo. Ja. Ja. Pak aan. Of wil je die viool houden? Ik heb er niks om. Je kan het jezelf niet leren. In dat leerboek begrijp ik niet. Het zou maar mooie vertoning zijn geworden als ik naar de avondschool was gegaan. Ik ga nou... In een kosthuis wonen. Dan kan ik er toch niks mee beginnen. Het was natuurlijk reuze stom voor me om meteen op die viool af te komen. Reuze handig, zou je bedoelen? Ik begrijp je niet. Wat moeten jullie toch met die... Jij hebt die viool als voorwendsel gebruikt om je in te dringen. Voor dat karweitje hiernaast. U bedoelt die eerste dag dat ik hier kwam. Denken jullie dat ik... Dat ik toen al van die kraak af wist. Ja, wat denkt u wel dat ik ben? Ik wist er toen niks van af. En als dat wel zo was geweest, dan had ik hier toch niet zo kunnen binnenkomen. En kind, gek. Meneer Selby, u gelooft het toch niet? Hm? Nee, nu niet meer. Kom nou, vader. Hij spreekt de waarheid. Zie je dat dan niet? Goed dan, Kenny. Wanneer kwam je dan op het idee om aan die kraak mee te doen? Les, een Dixie-kar bij me zuren toen ik hier al een paar weken werk. Ik heb nee gezegd. En wanneer heb je toen ja gezegd? Dat weet ik niet meer. Was het die avond toen jij en ik ruzie hadden? Ik ken wel. Iedereen moest we die avond hebben. De moeder, Les, Dixie. En ik geloof dat ik het begrijp. Spijt me. Waarom verontschuldigt u zich nou ineens? Omdat hij daar recht op heeft, meneer Sander. Geef nou toch niks meer. Wat er is gebeurd, kun je niet meer ongedaan maken. Ik heb gehoord dat je geen baan meer hebt, hè? De man van de reclassering zegt... Dat ze zullen proberen of ze wat voor me kunnen vinden. Ja, zou ze het misschien goed vinden als je hier kwam werken. De hele dag. Ik had je toch al willen vragen of je er iets voor voelt voordat dit allemaal gebeurde. Jij bent goed in dit soort werk, dat weet je. En het zou voor mij een reuze hulp zijn. Wil je... Nou? Nou, wat is er nou, jongen? Laat hem maar even. Ik ga weer eens terug naar het bureau. De lui van de reclassering zullen blij zijn met het aanbod, meneer Selby. Denkt u? Vast en zeker. Ik vind het een prachtig idee. Kop op, Penny. Ik hoop dat het allemaal nog goed voor je komt. Nou... Het beste, zullen we dan maar zeggen. Hè? Ja, dag meneer Sander. Dag meneer Sander.
Kenny, nou komt alles terecht. Je zult het zien. Ja, ja, ja. Hou dan maar op, Catherine. Wees eens lief, hè, en zet er zo'n grote pot thee voor ons. En ik wil er geen woord meer over horen. Goed, vader. Nou, zullen we? Ken. Zullen we? Wat? Nou, aan het werk gaan. Natuurlijk. Wat anders? Nou? Ja. Ja, alsjeblieft, meneer Selby.